Ook nu nog steeds de vraag. Je zal onder die omstandigheden, onder de Nederlandse mediapaus Brinkman, maar aan een nieuw programma moeten werken. Wij waren deze week bij Veronique en we registreerden reacties op goed en slecht nieuws. Een reportage uit ons eigen buitenland. Ladies and gentlemen, again we repeat. Tico Areola has been struck with a pelota. We'll have a full report in just a moment. Please remain in your seats. Please remain in your seats. Please remain in your seats. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Bonne nuit. Go ahead. Ik ben in 1967 ben ik in het omroepvak gerold. Dat was bij Radio Veronica op Zee. Na een maand toen ik daar werkte stond er een grote kop in de krant dat dat wel gauw afgelopen zou zijn. Ik heb sindsdien de groei van de Veronica Omroeporganisatie meegemaakt van begin tot de grootste omroep van Nederland. Ik heb leren leven met krachten die zich tegen datgene richten waar ik voor werkzaam was. Ik heb steeds vertrouwen gehad in de toekomst, dat heb ik nu nog. Ik geef onmiddellijk toe, het is natuurlijk minder leuk om een programma met z'n allen voor te bereiden. Het lijkt hier alsof ik in mijn eentje zit aan het programma. Verderop zitten nog 7 mensen aan te werken. Met dat constante zwaard van Damocles boven je hoofd. Die motivatie is goed, maar het wordt heel moeizaam als je iedere keer je moet afvragen. Iedere keer de krant weer leest, gaat wel, dan gaat niet door. Die zegt dat, die zegt dat. Nou ja, goed, vandaag ook de krant weer voor me. Ik heb periodes in mijn leven gehad dat ik best wel eens last had van slapeloosheid, maar op dit moment heb ik dat niet. Totaal niet zelfs. Ja, zorgen is een heel erg relatief begrip. Ik ervaar het niet als zorgen. Er zijn problemen die opgelost moeten worden. Uitsluitend ben ik daarmee bezig. Nou, ik zie dat niet als zorgen, maar als werk. Het is natuurlijk niet leuk als je weet dat het misschien niet doorgaat. Maar ja, ik vind aan de andere kant, we hebben met elkaar gezegd, wij willen graag een ontbijtshow maken. Dat wordt het eerste dagelijkse ontbijtprogramma op de Nederlandse televisie vanuit Luxemburg dan. En we zien wel. I sleep very well, but I must say that all of us, and we are working really here as a team, as well in Luxembourg here, and also we are involved also in the setup of these stations, our friends in Germany, in Belgium, in France, everywhere, and everybody tries to give his best, and everybody is making big efforts and is working not 8 hours a day, but I should say in the average 14 hours a day. Nee, als de overheid besluit dat we niet op de kabel mogen, dan denk ik dat het niet waarschijnlijk is dat veel kabelnetten ons door zullen geven. Ook weer afhankelijk van de boete die daarop staat. Maar spannende dag dus wel morgen. Zeker. We zijn gewoon allemaal veel te hard bezig, veel te druk bezig met ons eigen programma. Dat geldt voor alle afdelingen. Want dat, ongeacht wat de uitspraak zal zijn op de morgen, ongeacht die uitspraak op 2 oktober, gaan we de lucht in en moeten de programma's komen. Nee, wij wel TV10 niet.
Net doorgebeld. Ja, we krijgen een telefoon. En on 2 October 1800 hours, Mother RTL will show her youngest daughter. That's fantastic. To the public. Gefeliciteerd. Dankjewel. Congratulations. Thank you. Happy? Ja, dat mag ik wel zeggen, ja. Enigszins overdonderd wel. In welk opzicht? Jullie waren toch zeker? Wij waren er heel erg zeker van, maar op het moment dat je iets waarvan je heel erg zeker bent toch bevestigd krijgt, is dat toch heel plezierig. Dat je niet de moeilijke weg hoeft te gaan, maar dat het allemaal een stuk makkelijker wordt. We hebben zometeen een persconferentie, mag ik de heren daarvoor uitnodigen? Jullie zijn trouwens vaak vergeleken met TV10, nu niet, hè? Gelukkig niet. Goed uit allemaal. Het bleek een meisje te zijn en we noemden haar maar Veronique. Nou, ik heb vertrouwen in het Nederlands recht en in het Europese recht. En ik ben ervan overtuigd dat wij als buitenlands station tot de kabel zullen worden toegelaten. In laatste instantie. En als de heer Brinkman er anders over denkt, dan zullen we dat merken. Maar ik maak me daar absoluut geen zorgen over. Aan welke termijn denk je dan? Nou, wij beginnen maandagavond. Dus ik ga ervan uit dat we maandagavond in Nederland en in de rest van Europa gewoon te zien zijn. Ja, vooralsnog blijft het onzekerheid troef bij Veronique, maar zeker ook bij TV10. Daar heerst onbegrip over de beslissing van het commissariaat dat TV10 niet op de kabel mag en Veronique wel. En daar volgde vanavond het bericht op dat er 50 mensen ontslagen moeten worden bij TV10. Wordt vervolgd.